Het boek waar ik het graag over wil hebben is Pogingen iets van het leven te maken van Hendrik Groen. Het is tot nu toe het beste boek dat ik dit jaar heb gelezen. Ik ben er heel enthousiast over omdat het ten eerste ontzettend grappig is. Ik heb in de trein gezeten echt dat ik lachte, grinniken en mensen er me eigenlijk aankeken. Maar dat maakt niet uit omdat het is het waard om gewoon een beetje verluld te staan. Verder is het een heel ontroerend boek. De oude man, je leeft zo met hem mee. En, het is vast voor mij heel een openbaring om te zien dat zelfs met oude mensen dat die toch nog hele jeugdige ideeën kunnen hebben en dat die eigenlijk nog best wel veel op mijzelf lijken. Dus het is absoluut een aanrader voor iedereen die eigenlijk gewoon wat meer in zijn medemens wil duiken en dat, daar toch iets meer van wil leren en daar vooral wil mee meeleven. Want het is, zelfs als je gewoon kijkt naar je opa en oma, ik denk dat Hendrik Groen toch wel een beetje een opa is geworden na het lezen.